Nijmegen is een prachtige stad om in te wonen en te werken. Al jaren geniet ik van de mooie groene omgeving en de creativiteit. Net als ik zijn veel Nijmegenaren een tikje eigenwijs. Nijmegen leeft, Nijmegen bruist. Dit is mijn stad. Zo, met GroenLinks, nou, dat heb ik altijd al gewild hoor. Ja, mijn partij. Ja. Waar in Nederland ben je zo snel in de natuur? Steeds meer mensen verbouwen hun eigen groente en fruit. Lekker ontspannen en buiten genieten van het groen. Met vrienden onderhoudt mijn vrouw hier een moestuin en eten we verse en schone groente en fruit. En door zelf groente te verbouwen heb je ook een idee van ja, hoe werkt natuur nou eigenlijk, hè? Dat je leeft met seizoenen. De afgelopen jaren heeft GroenLinks hard gewerkt om Nijmegen groener en socialer te maken. We hebben met de fractie en onze wethouders mooie dingen bereikt. Er zijn goede fietsvoorzieningen bijgekomen, het aantal woningen voor studenten is fors toegenomen. Mensen die geen werk of onvoldoende inkomen hebben, worden door de gemeente voldoende ondersteund. De zorg wordt beter afgestemd op de behoeften van mensen. Uitgeprocedeerde asielzoekers laten we niet in de kou staan. Nijmegen heeft een groene revolutie doorgemaakt. Veel woningen zijn beter geïsoleerd en er zijn duizenden zonnepanelen bijgekomen. En na jaren van praten komt er eindelijk een nieuw poppodium. Maar er valt nog genoeg te doen. Veel mensen maken zich zorgen of ze hun baan behouden. Starters zoeken een betaalbare woning. En wat gebeurt er met de zorg nu het kabinet hierop bezuinigt? Als fractievoorzitter heb ik de afgelopen jaren het GroenLinks-geluid binnen en buiten de raad goed laten horen. Ik ga het debat aan, luister goed naar anderen en weet mensen te overtuigen. Ik ben kritisch, loyaal en een teamspeler. Dit maakt mij een goede lijsttrekker. Nijmegen is een creatieve stad met veel culturele initiatieven. In deze tijden van crisis en teruglopende budgetten ontstaan nog veel meer initiatieven van onderop. Buurtbewoners onderhouden zelf een park bij hun in de straat of maken een moestuin in het plantsoen. Mensen willen zich met en voor elkaar inzetten. Dat past bij de visie die ik heb op onze samenleving. Wacht niet af tot de overheid met een passende oplossing komt, maar neem het heft in eigen handen. 19 maart volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Ik wil voor GroenLinks als jullie lijsttrekker campagne voeren. Ik wil dan op verschillende plekken in de stad laten zien wat we bereikt hebben en wat we als GroenLinks nog meer willen bereiken de komende jaren. Met jullie wil ik werken aan een mooie stad.